Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza. We beginnen met de Europese weerkaart en daarop zien we de temperaturen van vanmiddag 2 uur. We zien dat het in Noorwegen in de bergen nog steeds koud is, daar gaat de komende 24 uur sneeuw vallen. Ook in de Alpen lage temperaturen, maar elders in Europa begint nog steeds vaker de 20 graden op de thermometer te verschijnen: 25 graden in het zuiden van Spanje. En die warme lucht die breidt zich langzaam uit. Want, zoals iedereen, denk ik wel weet, krijgen we morgen een heerlijke dag in ons land. De temperatuur gaan oplopen in Nederland tot rond de 20 graden. Dat betekent dat het in het zuiden van Europa nog wat warmer wordt. Plaatselijk zo'n 25 graden opnieuw in Spanje. En ook voor het oosten van Europa geldt dat de temperaturen op meer plaatsen de 20 graden gaan halen. Nou, dat we die warme lucht krijgen, dat is een. Uh, heeft eigenlijk een slechte reden, namelijk het lage drukgebied wat we hier op de oceaan zien. Dat lage drukgebied dat zorgt voor een zuidelijke stroming. En die zuidelijke stroming gaat bij ons dan warme lucht aanvoeren. Maar dat is maar één dag. Daarna komt het lage drukgebied bij ons. En daardoor krijgen we vanaf het weekend wisselvallig weer. Kijken we naar de situatie van vandaag, dan zien we dat er vanochtend nog aardig wat bewolking boven het Nederland hing. Dat loste in de loop van de dag op. Daarna kregen we eigenlijk schitterend weer bijna overal. Temperaturen waren nog wat magertjes, maar met weinig wind en veel zon was het toch wel lekker. In de Alpen viel wat sneeuw uit de bewolking. Uiteraard ook regen in het laagland. Dat trekt geleidelijk weg. Want de vakantie staat voor de deur. Sommige mensen gaan nog één keer naar de Alpen om te skiën op de gletsjers. Nou, morgen heb je er prima weer. Er valt nog wel wat sneeuw op de hoge bergen. Elders wat regen in Oostenrijk en in het noordoosten van Italië. Maar uit de Franse en Zwitserse gletsjers is het schitterend weer. In het weekend wordt dat anders. Dan gaat het wat vaker regenen. Onweer ook in het laagland. En dan gaat de sneeuw vallen. kan zo'n 10 tot 30 centimeter sneeuw boven de 2500 meter vallen. Niet alleen zaterdag, maar ook zondag. En na het weekend zijn er ook dagen dat het prima is. Dus als je de skis echt wil onderbinden, dan kan het. De zomer is nog steeds niet tot hoog in de Alpen. Zomer bij ons in Nederland is ook nog niet te vinden. Temperaturen zijn vanavond zo tussen de 10 en de 15 graden. Maar het is wel vrij zonnig, totdat de zon rond kwart voor negen ondergaat. Dan krijgen we een nacht met niet al te veel bewolking. Er kan wat nevel of mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden. Er staat weinig wind, maar de wind draait geleidelijk wel naar zuid tot zuidwest. En dat is belangrijk. Daardoor krijgen we morgen die aanvoer van de warme lucht vanuit het zuiden. Temperaturen in een de groot deel van het land 20 graden. Zou me niet verbazen als het plaatselijk nog 21 of 22 graden wordt. En met die wind vanuit het zuidwesten krijgen we ook op de Waddeilanden wat hogere temperaturen. Alleen op de stranden bij een zuidwestenwind zal het echt frisjes zijn. Maar uit de wind en in de zon is het ook daar lekker. ochtends weinig wind. Morgenmiddag windkracht 3 tot 4. En houden we dat weer dan ook in het weekend? Nou, nee, dus dat is uh, ronduit helder. Zowel zaterdag als zondag kijken we tegen veel bewolking aan. Slechts af en toe piept de zon er tussendoor. Temperaturen zaterdag 13 tot 16 graden. Zondag, als het mee zit, lokaal 18 graden. Maar er zijn ook flinke perioden met regen en de wind gaat harder waaien. Maandag is het Koningsdag. Dan zien we de zon wat vaker doorbreken. Maar niet juichen, er vallen ook buien. Kan daarbij onweren. En met een kille Noordwester aan zee wordt het slechts 10 tot 12 graden. Dus verre van aangenaam, moet er echt de dikke jas aan. Ondanks dit alles wens ik u toch een goed weekend. En denk eraan, morgen is de beste dag. Dus dan lekker genieten. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.